Goedemorgen, ik ben Desiree Stokkel. Het is 22 september 2014 en deze video is voor Wouter Bos. Waar ben jij mee bezig? Waarom stop je niet? Je bent ex-vicepremier. De PvdA maakt Al-Qaeda en de maffia sterker. Al-Qaeda is sterker geworden. Je weet dat ik gelijk heb. Waarom stop je niet? De maffia is in Nederland in rap tempo sterker aan het worden. En dat komt door het internationaal strafhof Ivo Opstelten, de werkwijze van burgemeesters en dergelijke en advocaten. Ik ben weer gebeld door iemand op mijn vaste telefoon. Dat is terechtgekomen in een voicemail. Dat blijkt een prepaid nummer te zijn. Mijn ervaring is inmiddels dat dat criminelen zijn. Vroeger twijfelde ik nog wel eens tussen politie die mij uitzoekt of criminelen. Maar nu denk ik dat het criminelen zijn. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar afgelopen week heb ik een video gemaakt over gericht aan Teleato. Dat is een anti-maffia beweging in Italië. Dat is een fantastische organisatie. Een man die net als ik zijn eigen leven in de waagschaal stelt en dan ook allerlei activiteiten organiseert waarbij kinderen aanwezig zijn om duidelijk te maken dat ze geen zin hebben in de maffia. In Italië heb je in het parlement zowel de aanhangers van de maffia als de anti-maffia mensen. Je hebt anti-maffia rechters. Je hebt anti-maffia advocaten. In Nederland is iedereen corrupt en iedereen maakt de advocatuur crimineler, maakt de rechtbanken crimineler, maakt de maffia sterker, maakt de gewone crimineel sterker, maakt Al-Qaeda sterker. En jij zit daartussen. En waarom stop je dat niet? Ik heb Teleato opgezocht, nu in het openbaar in een van mijn video's. Omdat ik wil achterhalen wie de 30 miljoen dollar heeft gestort voor de nabestaanden van de MH17. Dat is namelijk nogal wat. Dat is een gevaarlijke constructie voor de Nederlandse nationale veiligheid, maar niemand wil het weten. Het Nederlandse parlement is totaal gewetensloos geworden. Ik heb 11 september een video gemaakt en opgestuurd aan alle politieke partijen met de mededeling dat het kan zijn dat ik een e-mail van een crimineel persoon op mijn harde schijf heb staan die iets te maken kan hebben met de dood van Els Borst. Ik word genegeerd. Het Nederlands parlement is niet eens geïnteresseerd in het oplossen van de dood van een minister van staat. Maar hoe laag kun je zinken? Dat staat allemaal op het internet. En al die criminelen kunnen dat gewoon in het Nederlands lezen, ontdekken, uitzoeken. En het Nederlands parlement, onder leiding van etters zoals jij, Balkenende, al die andere misbaksels, maakt Nederland maar steeds crimineler. Waar zit je op te wachten? Ik wil dat je hiermee stopt. Ik wil dat je het fatsoen opbrengt om Nederland te beveiligen. En ja, dat gaat via mij. Dag.